De Nationale Assemblée heeft Gilmour Hoefdraad, ex-minister van Financiën, gisteravond in staat van beschuldiging gesteld. 28 assembleeleden hebben voorgestemd en 0 tegen, omdat de fracties van de NDP en de BEP de zaal hadden verlaten. Assembleevoorzitter Marinus B. haalde aan dat er over deze kwestie niet gediscussieerd mocht worden, omdat de zaak niet inhoudelijk werd behandeld. Hij merkte ook op dat het niet aan de volksvertegenwoordiging is om te oordelen of Hoefdraad schuldig of onschuldig is. De waarnemend fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser, haalde aan dat het parlement in deze kwestie reeds een besluit had genomen. Ook de fractieleider van de BEP, Ronnie Assabina, vond de hernieuwde vordering van de PG onnodig. En dan komt weer een vraag. Geen additionele informatie is vanuit de PG gegeven. En nota bene hebben wij nu bij de nieuwe vordering de heer Hoefdraad niet gehoord. En dat vinden we dat allemaal tegen de conventies, tegen het huishoudelijk reglement en tegen de relevante wet is. En daarom kan de NDP-fractie aan deze inslag van onwettig behandelen niet meedoen. Wij gaan u hier bedanken en we verlaten de zaal. Meneer de voorzitter, tijdens de huishoudelijke vergadering hebben wij aangegeven dat wij ons niet kunnen terugvinden in de overwegingen die als basis heeft gediend, ja, om aan te geven dat aan de rechter en dan wel de PG toestemming moet worden gegeven. Er is hier aangegeven, er is sprake van een nieuw feit. We hebben een, laat maar zeggen, ons gebogen, een deug genomen in ons orderreglement en daaruit blijkt dat er geen sprake is van nieuw feit. De fractieleiders van de ABAP, NPS en VHP waren het mee eens dat deze zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Hetgeen wel het geval was bij de eerste vordering van de PG. Deze fracties hebben dan ook meegewerkt aan het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad. Wij hebben de brief van de PG gezien en vinden dat in 's lands belang toestemming moet worden gegeven tot vervolging. Dit op basis van de wet op artikel 5. Ik denk dat wanneer iemand zoveel last heeft van al de zaken die naar voren worden gebracht en dergelijke, die persoon de gelegenheid moet krijgen om zich te verweren. Ik denk dat we dus niet ervoor moeten zorgen dat alles in het ongewisse blijft. En als parlement zouden wij dus de gelegenheid moeten geven aan de heer Hoefdraad om zich te verweren. Trias politica, innocent until proven guilty. Ik denk dat de zaak gewoon behandeld moet worden. En wanneer de persoon in kwestie onschuldig is, dan zal dat ook bewezen worden. Ik denk dat we hiermede wat in die samenleving gold en wat we gezien hebben, dat we recht trekken met dit parlement, voorzitter. Er was een onbehagen gevoel in die samenleving, voorzitter, dat hier in het parlement de volksvertegenwoordigers gevraagd werd om recht mede te helpen, richting geven, voorzitter, en het justitiële autoriteiten. Kan lid Galadin afronden? Die medewerking te verlenen, voorzitter, vandaag staan wij op een historisch moment dat wij als VHP-fractie, maar al de fracties die hier aanwezig zijn, kunnen meegaan dat we die vordering van in staat van beschuldiging daar kunnen meewerken en zullen instemmen. De fractieleiders die het nodig vinden dat de PG voort kan gaan met het onderzoek tegen de ex-minister Hoefdraad over de verschillende malversaties bij Financiën en CBVS. Het parlement heeft besloten de ex-minister na een tweede vordering van de PG in staat van beschuldiging te stellen.